Ja, ik heb ook met Wessel Dammers en Sven van Beek gespeeld. En die hebben hier natuurlijk ook kort geleden nog gevoetbald. Dus uiteindelijk heb ik die jongens natuurlijk ook gesproken. En ja, eigenlijk louter positieve berichten. Mooie stap, daar ben ik in eerste instantie heel erg blij mee. Uiteindelijk was ik na 5 jaar Heerenveen transfervrij. Enorm naar mijn zin gehad daar, alleen ja, was ik op zoek naar iets nieuws. Daarna gewoon lekker op vakantie gegaan en uiteindelijk in de vakantie door werd ik gebeld door mijn zaakwaarnemer dat Willem II me graag wilde spreken. En uiteindelijk in de vakantie daar tijd voor gemaakt en uiteindelijk nog een aantal weken daarover nagedacht. Uiteindelijk nog een paar keer gesprekken gevoerd en ja, alles eigenlijk naast elkaar neergelegd van de clubs die ik had om te kiezen, zeg maar. Zowel in de Eredivisie, Eerste Divisie als in het buitenland. En uiteindelijk de keuze voor Willem II gemaakt. Hey, want je maakte de stap van de Eredivisie naar de Eerste Divisie. Dat is een bewuste keuze. Kun je die uitleggen? Ja, zeker. Ja, tuurlijk goed over nagedacht. En ja, uiteindelijk kijk je ja, welke kansen je hebt liggen, zeg maar, waar je naartoe kan eventueel. En, uiteindelijk het verhaal wat ik hier heb gehoord en meegesproken met de trainer en met de technisch directeur ja, sprak me dat heel erg aan. En ja, ook het perspectief voor mij en mijn rol daarin. En uiteindelijk natuurlijk het doel om Willem II weer terug te brengen waar het hoort. En ja, dat sprak me enorm aan en daar wil ik vol voor gaan met het team. Ja, je zegt net het sprak me aan, maar wat precies hè, dat je zegt van hey, ik ga voor Willem II? Nou, met name de gesprekken die ik gevoerd heb, wat ze over mij wisten, hoe ze mij graag willen zien. En ik ben ook graag een back die gewoon 90 minuten lang op en neer langs de kant wil gaan, voorzetten geven, verdedigen, et cetera, et cetera. En ja, wat ik graag wil, dat zo zien hun het ook graag. En ja, dat sprak me enorm aan. Dus ja, ik heb in mijn carrière, als ik goed zeg, 3 doelpunten gemaakt. En waarvan 2 keer tegen Willem II. Dus ja, dat, als ik dat hier door kan trekken, zou dat mooi zijn natuurlijk voor Willem II. Dus dat klopt. Maar wat weet je van de club? Ja, natuurlijk. Fantastische achterban natuurlijk. De laatste keer dat ik hier gespeeld heb, ja, thuispubliek wat er enorm kort op zit en het team naar voren schreeuwt. En ja, sowieso gewoon een prachtige club die gewoon in de Eredivisie thuis hoort. Je hebt hier voor 3 jaar getekend. Ja, dat is wel iets met een plan. Zeker weten. En ja, uiteraard voor 3 jaar getekend. En wat ik ook al zei, het perspectief en hoe graag ik gewoon met de club weer terug omhoog wil. Ja, dat sprak me enorm aan. Daar wil ik voor gaan. Nog bekende van het team? Ja, Jesse Hoornkamp heb ik nog mee gespeeld bij Heerenveen natuurlijk. Ja, ik heb ook met Wessel Dammers en Sven van Beek gespeeld. En die hebben hier natuurlijk ook kort geleden nog gevoetbald. Dus uiteindelijk heb ik die jongens natuurlijk ook gesproken. En ja, eigenlijk louter positieve berichten. En jullie hebben natuurlijk ook, we hebben nu ook Joshua Smits natuurlijk. Hierheen gehaald, dus daar heb ik ook nog mee gespeeld bij NEC, dus die jongens die ken ik al inderdaad. Het is wel even een stap, van Friesland naar Tilburg. Ja. Hoe gaat dat thuis? Oh nee, dat is prima. Ik kom zelf eigenlijk uit het hartje van het Groene Hart, zeg maar. Daar kom ik zelf vandaan en ja, Heerenveen was ook prima en Tilburg gaan we zien, maar de vooruitzichten zijn goed.